Catharina, je bent finalist Miss Axel. Wat vind je ervan? Ik vind dat super tof. We zijn een sterke bende. En ik vind dat echt nog een leuke ervaring om mee te doen. Stel je eens even voor, alsjeblieft. Mijn naam is Catharina, ik ben 18 jaar oud. Ik woon in Roeselare en ik studeer humane wetenschappen. Wat ben je van plan? Want je studeert nu nog. Wat ben je van plan om later te worden? Ik wil graag een psycholoog worden. Hoe komt het dat je nu meedoet aan zo'n misverkiezing eigenlijk? Ik wil eigenlijk mezelf testen een beetje en zien wat de andere mensen denken over mij. Of dat ik eigenlijk in deze wereld pas of totaal niet. Dus een beetje ervaring opdoen natuurlijk. En zelfvertrouwen. En hoe valt het tot nu toe mee? Ah, super. Ik vind echt, ik heb veel bijgeleerd en... superveel ervaring en het komt nog bij en Je hebt nu zo'n oefening choreo achter de rug, hoe valt dat eigenlijk mee? Het ging nog redelijk vlot, ik heb het nog erger verwacht, maar natuurlijk oefenen en oefenen en oefenen. Zeg, wat doe je nog buiten het studeren en dergelijke en buiten de misverkiezing? Heb je nog andere hobby's of zo? Ja, ik speel piano en natuurlijk fotoshoots zo op hobby, als hobby. En wat doe ik nog? Dansen, tijd doorbrengen met vrienden. En... Zeg maar, dat is een hele drukke agenda. Krijg je dat nog klaargespeeld allemaal? Ja, zeker wel. Ik heb het graag als het echt te druk is in mijn leven. Natuurlijk alles goed gepland. Dus Wat vind je entourage, zoals je familie en je vrienden ervan, dat je meedoet aan een misverkiezing? Mijn familie vindt dat echt goed. Ze staan achter mij, ze steunen mijn vrienden ook. Natuurlijk krijg ik soms wel slechte commentaar, maar ik laat het gewoon gaan. Goed, ik ga je nog heel veel succes toewensen dan en tot de volgende keer. Dank u wel en tot de volgende keer.